Yo, what's poppin? Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik hoef denk ik niet veel commentaar te geven met wat er momenteel aan de hand is. Doe even een like binnen 3 seconden voor extra geluk in je leven. Oh jongens, ik heb het zo koud. En zoals jullie kunnen zien, mijn lippen zijn al voorbereid. Eigenlijk totaal niet voorbereid op het weer. En dat is de reden dat ze aan het verschilveren zijn. En dat ze pijn doen. En ik kan eigenlijk niet te lang vloggen, want mijn camera wordt aangevallen door mini bevroren ijsdruppeltjes. Vandaag jongens, ga ik een dagje naar Nederland samen met Soraya. Ik heb er zin in. En uiteraard, oh, dat vind ik altijd zo satisfying, hè, jongens. Als je dan gaat lopen en dan voel je gewoon dat gekrak onder je voeten. Ik hou ervan. Het sneeuwt zoals jullie kunnen zien. Soraya die is zichzelf aan het klaarmaken om zo meteen de auto even in te gaan. En ik pak dus alvast een Oh, dit is zo koud, jongens. Ik weet nog dat ik vroeger altijd gewoon sneeuwballen op Jeeuw moest gooien. Hij vond het niet leuk. En omdat Jeeuw er nu niet is, is er een ander slachtoffer. Nee, ik ga het niet doen. Nee, Soraya, doe open. Dat is wel iets minder spannend dan ik eigenlijk had verwacht. Jongens, let's go. Ik ga mijn handtekening op de auto zetten. Kijk, nu is het mijn auto, Soraya. Het is nu officieel mijn auto. Mijn handtekening staat erop. Dat is koud. Ik ga een tekening maken en Soraya moet raden wat het is. Oh, een auto zo. Met ijsklompje op. Ijsklomp. Duitsland, kijk. Oh ja, ik zie het. Oh, al die dingetjes aan de onderkant. Ijsklompen noem je dat. Dat zijn van die bevroren druppels. Nou, even wachten, dan worden ze hard. En dat vind je leuk? Waarom vind je dat leuk? Je vindt het gewoon leuk om bevroren ijsdruppels in je auto te zien. Dit is waarom we met iemand moeten gaan praten. Oh yeah. Oeh, this feels good. This feels very good. This feels good! Yay! Het is zo koud. Ja, dit ding ruikt echt vreselijk. Soraya vindt het lekker, maar het ruikt naar een mislukte dennenboom. Een neppe dennenboom. Soraya! Schiet op! Voor gaan! Dit ding hangt gewoon in de weg, waardoor hij niet meer scherp stelt. Zo, dat is beter. Nee. Wat? Ik heb een hele warme scheet gelaten. Ik ben gewoon een persoonlijke verwarming. Ik moet eerlijk zeggen, jongens, ik ben wel heel blij dat ik in de auto zit. Ik zie mensen voorbij fietsen, helemaal besneeuwd. 100 meter, rechts afslaan. Ik weet waar we naartoe moeten, vriend. Helemaal besneeuwd en ik wil gewoon bijna toeteren en zeggen, hier kom, wij brengen je wel. Wat is zo zielig. Mensen hebben gewoon sneeuwpopharen. En het sneeuwt zo hard, het is gewoon echt Nederland. De ene dag is er niks, de andere dag is er sneeuw. Dan is er een tornado of een orkaan, dat heb ik niet heel vaak meegemaakt. Tenzij Soraya boos is, dan is die overal. Maar goed, we zijn onderweg naar Nederland. We zijn inmiddels al in Nederland. En Soraya, wij gaan de drift challenge doen op de snelweg, right? Nee, jongens, rij veilig, doe je best. En dit bedoel ik met mensen die dan in de sneeuw zijn. Ik wil gewoon het liefst gewoon toeteren. Hey, kom, het is veel te koud. Maar ja, Herman, kom. Herman? Waarom een Herman? Wat we in Nederland zijn? Ja, omdat heel veel... Ja, nee, dat is raar. Nee. Iedereen in België heet toch ook niet... Jan. Jean-Paul? Nee, Jan. Jan. Maar Jan is een hele Nederlandse naam juist. Nee. Jan. Mijn frituur en is Jan. Thea. Wat? Jan is een frituur van mij. Jan? Ja, frituur Jan. Frituur Jan? Waar je patat kunt halen? Ja, frietjes. Hey, frituur Jan! Ik heb een sneeuwbal, jongens. Ik heb een sneeuwbal. 3, 2, 1. Oh, sorry. Oké, schud een beetje. Dan gaat het eraf. Kom. Je mag met mij terug doen. Sorry. Oh, nu is het echt boos, jongens. Dit is niet voor de opname. Dit is real things. Sorry, baby. Zo. Je mag het echt met mij terug doen. Ik voor je gezin. Oh, dankjewel. I love you. Al 20 jaar ren ik door de sneeuw op zoek naar de schat van kapitein Zwartbaard. Ah, Soraya. Waar is Soraya? Soraya. Oh, ik dacht je kwijt was. Kom, je laat me wachten in de kou. Misschien bevriest mijn neus er wel af. Nog steeds geen thermisch ondergoed nodig? Foundation. Deze gozer heeft wel een sjaal. Ik heb hem eigenlijk nodig. Soraya, snel, we moeten een winkel in, Soraya. We ain't survived this. Snel. Mevrouw, ik weet niet of ik het nog aan kan, de kou. Mevrouw heeft geen zin. Deze kip, jongens, kijkt zo happy. Je zou bijna zeggen dat hij er zin in heeft om opgegeten te worden. Kijk hoe happy deze kip is. Oké, jongens, het is heel erg koud buiten. Maar ik ben weer in de auto en ik heb iets super lekkers gehaald. En ik ga het eerst proeven. Yo, ik dacht dat iemand de deur open kwam doen. Ik denk, nee. Het is koud. Ik heb hier een soort van vreemde ponydrink met een ponysticker erbij. En natuurlijk vindt Soraya dat fantastisch. Maar ik ga hem lekker eerst uitproberen. Nee! Ik wil weten hoe die smaakt. Ik heb alleen maar. De unicorns. Hoe smaken unicorns eigenlijk? Zoet en kleurrijk. Zoet en kleurrijk, zo moet je het zeggen. Zoet. Zoet. En kleurrijk. En kleurrijk. En ik wil eerst proeven. Is lekker. Nee! Nee!
Oh, ik voel me een ponyman, bro. Oh, en het zit in mijn keel vast. Mag ik ook nog een slokje misschien? Dit is de reden waarom de koelkast altijd leeg is voor mij. Zien jullie nu in wat voor hel ik soms verkeer? Ik heb nog wat gehaald. Ik heb namelijk dit gehaald, even voor alle duidelijkheid. Ik drink bijna nooit meer energiedrank. Eigenlijk nooit meer. Het is super slecht voor je. Maar schijnbaar hebben ze nu energiedrank met de smaak van blueberry. En er staat een kip voor op. En dat moet natuurlijk geprobeerd. Dat ben ik. En dat moet geprobeerd worden. Dus ik ga hem openen. Let's go. Dat is over mijn broek. Niks aan het handje. Bon appétit met een kip. Hoe ruikt het? Het ruikt. Het ruikt naar zweetvoeten. Het ruikt legit naar zweetvoeten. Oh. Het ruikt naar die bean boezelt. Ja, het ruikt legit naar die vieze jelly bean challenge. Oh. Echt? Het is veel te zoet voor deze aarde. Dit is een buitenaardse energiedrank. Ik kan het niet laten, jongens. Soraya is aan het parkeren, want die regelt de parkeerkosten. Soraya, wat is 5 plus 5? 10. Wat is 10 plus 10? 20. Wat is dit? Sneeuwbouw. Inderdaad. Wee! Nee. Oh, ik dacht je ging aanvallen. Lekker parkeren. Lekker parkeren. In de sneeuw. In de sneeuw. Lekker koud. Lekker koud. Rood neusje. Rode oren. Lekker hè, mevrouw, die sneeuw. Heerlijk, hè? Heerlijk. Geniet er helemaal van. Inademen die natuur. Wat ben je nu aan het doen? Inklikken. Aan het hekken. Het hekken, ja. Oh nee, jongens, alle parkeerkosten gaan nu naar mij. Kijk hoe leuk, jongens. Hij heeft er zin in. Oh, hey Soraya, wacht even op mij. Soraya, waarom loop je nou weg terwijl je vriendje in de kou in de sneeuw staat en het allemaal niet meer aan kan? Kijk hoe satisfying. Ik moest het doen. Oh, ik heb een sneeuwwenkbrauw. Nee. Lukt niet. Er wordt ruzie gemaakt daar. Jongens, zou dit hier bevroren zijn? Dat is de grote vraag. Als ik er nu op ga staan, gaat dat lukken? Pas op. Oh! Joop, laat. Nee, ik wil één keer kijken of... Ik wil één keer kijken. Laat het je been breken. Nee, ik wil gewoon kijken of het bevroren is. Ja, en nu laat me voelen, dan. Soraya, het is bevroren. Nee, laat me één keer. Soraya, er ligt helemaal geen water. Ja, tuurlijk, ik zeg het toch. Oh, dat is wat je zei. Ja, dat... Maar waarom mocht ik er dan niet op staan? Omdat dit toch glad is? Sneeuwengel. Sneeuwengel. Wee. Soraya, help. Soraya, waar ben je? Soraya? Oh, ik moet op geur werken nu. Ik moet poepjes ruiken. Oh, daar ben je. Au. Rustig. Au. Niet doen. Ik heb ruzie vanavond. Niet doen. Op de camera. Oh. Job! Oh, dat was niet de bedoeling. Oh nee. Helemaal. De lens is... Ik heb nu een filter. Ik heb gewoon een real life Instagram filter, jongens. Winterfilter 2K19. Ik heb het zo koud. Oh, jongens, ik voel mijn hand legit niet meer. Soraya, mijn camera is helemaal... Oh nee, mijn camera is besneeuwd. En Soraya is boos. Wat een tijd om te leven. Ik dacht voor een aantal seconden dat ik mijn camera kapot had gemaakt. Ik gooide per ongeluk een sneeuwbal tegen de lens. Maar Soraya, ik maak het goed met je. We zijn hier namelijk op een speciale plek. En ik wil je graag ten huwelijk vragen met een frikandelletje speciaal kip. Inderdaad, heb ik 2 seconden. Zou ik mijn hand kunnen verwarmen? Oh. Ja? Oh, nee, natuurlijk niet. Er zit er geen vlees in. Het is toch niet warm? Heb je misschien wat opwarmer of zo? Jongens, ik ga een frikandelletje speciaal regelen voor mijn lieftallige Soraya. Weduwe. Want binnenkort ben ik er niet meer, want ik vlieg namelijk naar Antarctica. Om daar... vermoorden. Dat was niet mijn plan. Oh, nee, dat bedoelde ik ook niet. Ik kreeg een frikandelletje. Je bent een echte beest als je een frikandelletje speciaal eet terwijl het sneeuwt buiten. En dat gewoon in de sneeuw. Als een soort van extra topping krijg je nog een beetje sneeuw erbij. Maar mag ik dan misschien ook een hapje? Hoe wist ik het dat ik de rug ging krijgen? Zo noemen we dat vanaf nu. Wanneer je iets vraagt aan iemand, nee weet je, het hoeft ook niet meer. Ja, ik wil wel. Ja, ik wil wel. Tuurlijk wil ik. Mevrouw, dat is een heerlijk frikandelletje. Ik kan niks anders zeggen. Ik geniet er met volle teugen van. Jongens, we maken er een mooie dag van. Alleen mijn mond is een beetje heet. Ik moet het een beetje koelen. Top. Weet je welke mensen ik echt volslagen idioot vind? Mensen die met koud weer of met sneeuw een ijsje gaan eten. Echt niet normaal. Eventually. Job. Job. Wat doe je? Wat? Je zit in de sneeuw. Ja. Op een bankje. Ja. Alleen. Ja. Met een soft ijs. Welk ijs? Job, het is koud. Het is min 1. Kort geroepen, ik moet snel weg. Wie haat dit geluid ook? Oh, iedereen wordt gek. Het lijkt wel een mislukte kikker of zo. Weet je welk stukje dit is? Dat is van SpongeBob met die lange botten. Oh ja, dat is zo loom, ja.
zoek eigenlijk even wat nieuwe swag, maar dit zijn echt kledingsoorten waar ik mezelf niet in zie lopen. Of wel? Ah, die vind ik wel mooi. Vind je die mooi? Nee, die. Oh, die swag. Die swag, dat is een beetje de golfjongetje swag. Ja. Nee, weet je welke ik wil proberen, want Soraya vindt het bij mij niks. Deze. Pindakaas, die is van mij, ik kan niet delen. Kan niet delen. Ik moet goed gesmeerd zijn, dus blijf af, ik wil de hele. Ik heet geen Jok meer vanaf nu. Ik heet Lauren. Oh. Lauren van de baseballclub. Oh, ja, ja, ja. En jij hebt niks op mij. Zie je deze schoenen? Ik kan ze gewoon gebruiken als telefoon. Dat was de politie, sorry. Ik heb een valse melding gedaan. Dus als jij met mij wilt praten, moet je eerst de bro-code kennen, oké? Okay? En die is? Die is dit. Geef me een box. Goed zo. En dan moet ik nu je hand hebben. Ja, dat moet. Nee. Anders zijn we geen bros. Dan doen we de andere bro-code, kom. Ah, oh, het hele tijd een jeuk daar. Dankjewel, ik heb je gewoon gebruikt. Koopjesjager Dutchtube is in de building. Ik zag hier t-shirts liggen die afgeprijsd zijn van 6 euro naar 3 euro. Maar er zit één t-shirt tussen. Oh nee, wacht, zijn er meerdere die 1 euro kosten. En ook nog eens in mijn maat. Ik weet het, XS. Ik heb echt het postuur van de 14-jarige. Don't blame me, please. Maar check dan. Hoe kun je voor 1 euro een t-shirt krijgen? Ik word niet gesponsord door Primark. Was ook maar zo'n feest. Maar deze gaat mee. Altijd handig voor 1 euro. Oké, jongens. Het wordt alleen maar gekker. Ik heb hier 2 mutsen te pakken. En deze mutsen kosten 50 cent per stuk. Ik wil niet zeggen dat ik alleen maar zulke goedkope kleding koop. Maar ik heb dus nu letterlijk 3 shirts voor 3 euro. En 2 mutsen voor 1 euro. Hey, dat is business, man, bro. Geinig om te zien is dat die eerst 4 euro was. En dat was dan zeg maar de eerste korting. Daarna werd het 1 euro. En nu eindstand is het die 50 cent. Dat is echt bizar hoe goedkoop kleding kan zijn, man. Oké, jongens. Mijn 2 euro sjaal. Business. Go for it. Oh. Ah, dat is te strak anders. Het is wel lekker warm. Ik voel nu al dat ik aan het smelten ben. Of ben ik gewoon te hot? Oh. Lekker, hè? Soraya. Voilà. Nu kunnen we naar de Noordpool. Oké, we gaan naar Antarctica. Let's go. Een hele zak met kleding voor een tientje. Ik voel me bijna een oplichter. Oh. Ik ben een beetje emotioneel, Soraya. Waarom? Het matcht niet goed met hoe ik ben. Deze kou. Zo'n hot persoon als mij kan hier gewoon niet tegen. Kijk, dat jij er goed tegen kan als koelbloedig meisje, dat snap ik. Kijk, de wind waait door mijn ogen en de sneeuw waait door mijn haar. En ik voel... Moet je een quote voorstellen? Eigenlijk wel. Kun jij even dit doen, dan weten ze dat het de quote is. Als jij dit met je vingers kunt doen. Het leven is pas een leven. Als je zelf de slingers ophangt. We gaan naar een andere winkel. Ik heb trouwens een nieuwe baan. Ik ben geen YouTuber meer, maar een persoonlijk sneeuwverwijderaar voor winkels. Deze actie is bijna niet te lezen. Kijk, gefixt. Ah. Een beetje ongemakkelijk, jongens, maar ja, ik ga hem toch voorstellen. Mijn oom, hij wil heel graag een keer in mijn filmpjes. Ik zeg altijd nee, liever niet. Maar het moet nu toch echt. Ik ga hem even halen. Kom maar. Kijk, dat bedoel ik, jongens. Ah, oh, sorry. Sorry, oké. Okay. Ik bespaar jullie deze moeilijke beelden. Jongens, het is zo glad dat als ik nu dit doe, ik glijd gewoon vooruit. Het is echt niet normaal. Oei. Je mag het terug doen. Go, go. Dat was op een hele nare plek. Hoor je daar alsjeblieft nooit meer een sneeuwbal opgooien? Nee, je moet er eentje in mijn gezicht gooien. Ik wil hem koppen. Nee. Ja, ik wil hem koppen. Ik wil hem koppen. Hier, kom op. Je moet me even helpen met mijn voetbalcarrière. Ik moet leren koppen. Zo. Oké, gooi hem in mijn gezicht. Kom op, doe het. Doe het. Soraya, kun je niet mikken? Nog een keer. Hier, weet nee, je wat? Je gezicht niet strooi het in mijn gezicht. Ik nee. wil gewoon even één keer. Joop. Ik hou hiervan, meneer. Ik ben één met de sneeuw. Dank u wel. Ik weet niet wat ze zeiden, maar het was leuk. Zolang het duurt. Jongens, we gaan nu niet. Oh. Ik gleed uit mijn niveau. Eindelijk in de auto. Oh nee. Oh, ik had het net warm en nu dit ook nog. Oh jongens, help. Oh, ze gaat ook nog achter het stuur. Nee. Ik ga wel. Nee, nee. En waarom ben je terug? Ik had het koud. Bevroren water om precies te zijn. Soraya kan niet rijden. Er ligt te veel sneeuw. I got this. Snow shower. Oké. Hij kan, denk ik. Ik denk het wel. Ik heb het een klein beetje koud. You got this. Goed zo. Ja, ja. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gefixt? Ikke. Oh, ik heb het zo koud, jongens. Oké. Oh, er zit sneeuw tegen mijn slagader aan en het komt bij mijn tepel. Mag ik misschien je nummer? Zo ging het ook altijd op de middelbare school. Ik ga toch even een sneeuwengel maken, jongens. Ik kan het niet laten. Wee! Het is een mislukte sneeuwengel. Net als mij. Ben je nou aan het doen? Al dat sneeuw eruit halen. Laat dat sneeuw gewoon met rust. Sneeuw heeft jou niks misdaan. Laat het met rust, Soraya. Pff, jongens, ik heb het al de hele tijd super warm. Oh, niet normaal. Ja, sorry jongens, ik hou het echt niet meer. Oké, jongens.
stukken beter. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze nieuwe vlog. Soraya? Soraya, kom je? Ik heb het warm. Ze negeert me. Oké, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken. Yay! Jongens. Sneeuwengel, snel. Oh, jongens. Wat doe ik allemaal niet voor YouTube? Kijk, jongens. De allermooiste sneeuwengel ooit gemaakt. Jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken van de vlog. En tot morgen om 5 uur bij een nieuwe vlog. Ik zie er helemaal niet chic uit. Hey, stukken beter. Adios.